De kleuters van basisschool De Bitswijk in Uden kregen maandag wel een hele leuke les. Ze waren namelijk de eerste die het educatieve project Kees de Koolmees op de kinderboerderij mochten uitproberen bij de kinderboerderij Groenhoeven. Tijdens een opdrachtenpad over de kinderboerderij komen de kinderen spelenderwijs in aanraking met verschillende dieren. Zowel binnen als buiten waren er allerlei activiteiten voor de jongste leerlingen van de basisschool. Via het programma komen kleuters in contact met dieren en maken ze kennis met hun manier van leven. En ze leren wat voor geluiden de dieren maken.